Yo guys, Les hier, met vandaag een nieuwe video. En vandaag is er een nieuwe Minecraft Hardcore. Dit is aflevering 7, we gaan opnieuw beginnen. Ik heb er super veel zin in. dat valt er goed mee. Ik vind het gewoon kut dat het een nieuwe wereld is en zo. Maar voor de rest heb ik er al vrij veel zin in. Dus Hardcore Mode 2. Game Mode Hardcore natuurlijk, more world options. Maar ook nog een random seed pakken. We gaan natuurlijk die ook een schouwvliegen pakken. ik ben benieuwd wat Joker gaat geven. Hardcore Mode 2. Create new world. Let's go. Oké, we zijn dus in een nieuwe wereld. We spawnen bij een redelijk groot meer. Een swamp. Maar, zoals je ziet aan de lengte van deze video, gaat deze een 1 uur special zijn. Deze doe ik om meerdere redenen. Omdat de support echt heel goed was. Op de vorige video's. En ik dacht, alle Minecraft Hardcore fanboys verdienen wel eens die 1 uur special, you know? Daarom zijn we terug een bom aan het neerslaan. Een bom. Het spijt mij. Het spijt mij. Het is niet ecologisch verantwoord, maar dat maakt niet uit. We hebben hier ook al een hoop schapen. Dan kunnen we daar ook al een bed van maken. Niet van die schapen, maar van de rol. Ha, heel grappig. Ik ben de grappigste thuis, ik weet het. Maar oh my, ik lachte effectief op mijn eigen mop. Oké, zo, maakt niet uit. Maar ik ga dus nu al wat steen pakken. En ik heb denk ik toch wel wat onderwerp voor vandaag. Want ja, het is 1 uur special. Dus ik dacht, deze keer bereid ik wel voor over wat ik ga praten. Daar is trouwens... Wacht, ik pak mijn crafting table mee. En het ziet er een leuk wereldje uit. Jo, het ziet er een oldschool wereld uit. Dat is wel vet. Op zich, de vorige wereld is ook wel vrij oldschool. Maar deze is echt zo... Ja, de biomes nog van 1.5, hè. Gewoon bos... Spruce wood, gewoon swamp en al. Dat is wel graaf. Dat is wel chill. But we have our cave here. There's a salmon swimming in the water. Is hier trouwens misschien een viltje in de buurt? Dat zou wel lachen zijn. ik zal straks eens kijken. Ik denk het niet om eerlijk te zijn. But okay, that's no problem at all. So let's just find a cave. Mine in it and yeah, gather some resources. Okay, that was the heel disappointing, but you know, guys, it's better than nothing. Better than nothing, yeah. Okay. Ah, ja, just wacht, ik ging stenen mee pakken. Ooh, Stone Age, let's go. Here we are again, boys. Oh my fucking god. Onderwerp waar ik vandaag over wil praten is mijn wak leven op het gebied van. Bankkaarten. Ik hoor sommige mensen al denken van, dude, ga je hier een uur mee opvullen? Waarschijnlijk niet. Ja, ik ben eerlijk, maar ik denk het niet. Hoe zou ik een uur moeten praten over mijn bankkaarten die ik kwijt ben geraakt? Mijn bankkaarten die ik helemaal niet kwijt was, maar ik gewoon niet goed had gekeken, waardoor ik al naar Carshop had gebeld en dan ineens mijn ma belt. Ja, uw portemonnee lag gewoon op uw nachtkastje. Ja, dat is net gewoon shit. Dat is niet chill. Dit is trouwens de meest massieve grote eet dat er bestaat. Geen bankkaart hebben. Yikes, dat is verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Zeker als je werk hebt. Want je verdient dan geld. Je wilt spenden. Je wilt die money spenden. En dat gaat gewoon niet, want je bent zo lomp geweest om je bankkaart kwijt te spelen. Dat is verschrikkelijk. Ja, het is afgelopen jaar al 4 keer gebeurd. De eerste keer, toen ik juist in de intratuin ging werken. Over de intratuin kan ik ook nog wat praten of zo. Misschien wel, we zien wel. Maar, ik was dus juist klaar. Nee, zo was het. Ik begon mijn werken, dus ik had mijn eerste week achter de rug of zo, denk ik. Ik was fucking excited, want ja, de eerste keer dat je monies verdient, snap je, dat is fucking chill. Nu, het was ook juist voor mijn herexamen. Voor de mensen, ja, oeh, dat ziet er trouwens wel een mooie cave uit. Oké. Wauw, super leuk. Maar voor de mensen die geen korttermijngeheugen hebben, weten misschien wel nog dat ik herexamen zat en dat ik zo'n video had gemaakt waar ik er heel enorm hard over aan het wanken was. Oh, not that video again, kan ik sommige horen al denken. Dus je weet over wat ik het heb. Oeh, maar dat is heel vrij donker, hè? Ik heb hier wel nog wat hout liggen. Ja, ik gooi. Ik doe gewoon even zo. Voilà. Oké. Ah, fuck. Ik begin heel dorst te krijgen. That ain't good, man. Oh, yeah. Our first monster we're going to kill. Bam. Trickshot. Boom. Let's go.
Waarom liggen er amper oors? Like, er ligt echt gewoon niks. Een keren. Dat is een waste. Dat is echt al een pure waste. Maar, om mijn verhaal af te maken. Haha. You think I didn't see you? Now, here I am, like a fucking boss. And there is iron all over the fucking place. Let's go. Als er nu wel een monster komt, ben ik al vrij tot zeer hard geneukt. Maar dat gaat niet gebeuren. Ik voel het dat dit niet gaat gebeuren. Maar, om mijn verhaal af te maken. Oh boy, ik zit nog maar 6 minuten verder en ik ben nu al aan het struggelen om te vertellen. Maar ik heb al een vrij goede start genomen, vind ik. Maar, dus, ik had dus herexamens, dus ik kwam terug van mijn herexamens en die dag werd mijn geld gestort. Dus ik dacht, oeh, ik ga al lekker wat eten kopen. Want ja, ik ben toch massief rijk. Ik heb al redelijk wat gewerkt. Ik kan genieten. Nu, ik ga geld afhalen, vergeet ik mijn fucking bankkaart in de automaat. Ik was er denk ik thuis achter gekomen of zo. Het is verschrikkelijk. Ik wil het niemand aandoen. Dat was ook gewoon vooral heel frustrerend, want ik had eindelijk monies. Kan je ze niet spenden? Oeh. Oeh. Nou, ik heb het wel overleefd een week later. Yikes. Een week later is mijn bankkaart en zo al aangekomen. Oké, okay, daar is een creeper. Laat ik even retreaten hierna. Oh shit. Oh, there's another one, guys. Oké, okay, ik weet niet of iemand dat heeft gezien, maar ik denk dat ik hier weg ben. Ik kon nog niet dood, dus ik even spatten. Want dat zag er niet goed uit. En dan wordt het nacht. Oké, nog niet. Ik even wat schaapjes killen. En dan kunnen we een soort, gewoon een hut bouwen. Oké. Het is bijna ochtend. S'avonds, amai. Ochtend. I also think that Gletscher. Oké, wait. Ik ga eerst even deze boom ommaaien. Oké. En dan gaan we even teruglopen. En dan gaan we wat schapen killen. Ik hoop niet dat ik te veel dierenrechtenorganisaties. What the fuck was dat? Ik had trouwens nog 4 meer kobbel pakken. Zo, dan kan ik. Nice. Yikes. Nee, hun sinds wanneer krijgt hij zo die sound als die bladeren weggaan? Dat is ook nieuw. But after that, I spent my monies very happily. Very happy, sorry, happily, dat bestaat niet. Dat is een mix van Happiny, die Pokémon, en Happy. Oh, wacht, ik hoorde een schaap trouwens. Ah, maar wat ik nu ik toch aan het feesten ben, doe ik gewoon al even dit en dan maak ik gelijk die cheers. Dan moet ik die niet killen, mocht ik hier gaan wonen. Zo. Meh. Ik ga even al deze vissen doden. Al deze vissen, het zijn er zo twee, maar kijk. Oeh. Yeah, second one. Nice. Oké. Oh, third one. I'm sneaking up. Waarom is het heel te Engels te praten? Sorry. Bam. Zo zeg ik nu eens verschrikkelijk om aan te horen. Mijn Trengels, Engels, mijn Trengels, mij. Good job, Gletscher. Mijn Engels trekt eigenlijk niet op zoveel. Maar ja, dat komt vooral omdat ik bijvoorbeeld over deze dingen heb geleerd bij Engels vorig jaar. Ja. Zij. Oh, volassen, dat is perfect. Nee, meer hebben wij niet nodig. Zou ik alsjeblieft dit mogen hebben? Oeh, eenmaal naakt. Dat is wel gênant. Oké. Zo, en dan gaan we dat bed maken. Yo. Maar ik zag zo'n coole bloem. Wacht maar, dat gaat niet genoeg zijn. Oké, ik ga gewoon stop met wanken en ik ga slapen. Zo, wat? Dat is een wees, maar kijk, snap je? Het boeit niet zoveel. Maar het is echt wel nacht. Laat mij gewoon slapen, dankjewel. Sweet dreams are made of. Ah, fuck, nu ben ik de tekst weer al vergeten, maar als vorige keer ook. Volgens mij weet ik de tekst niet eens. Volgens mij dat ik vroeger gewoon awkward mee te neurieën toen dat liedje op de radio kwam. Daarmee raak ik misschien de tekst niet weet of zo. Ja, het kan zoiets zijn. Oké. Wat ik wel ga doen. Anders had toch wel een beetje een wees van die kolen. We hebben toch genoeg schapen, dus. Yeet! Voilà. Oké, mooi. I'm sorry, guys.
Zo. Ah, ja, 4 steekjes. Ja, dat gaat niet genoeg zijn, hè. Fuck. Hoeveel heelt dit? Ah, toch wel redelijk, wat. Maar ik denk dat er wel genoeg voedsel in de buurt is. Wacht. Ik ga even deze vissen ook killen. Want ja. Ik denk niet dat je vissen kunt breeden, dus het boeit niet zoveel. Ah. Wat? Heeft hij nou bone meal gedropt? Ah, oké dan. Sinds wanneer droppen vissen bone meal? Ook nog nooit van gehoord. Maar oké. Okay. Ik denk dat we trouwens zo naar mijn tweede bankkaartverhaaltje kunnen gaan. Dat was hetgene wat ik kort had samengevat trouwens. Dus er was een dag en ik wou naar school gaan. Allee, ik wou niet, maar ik moest, zal ik het zo zeggen. Eigenlijk moest ik niet, maar toen ging ik nog wel vaak naar de les. Natte? You got it? Nu, wat je eigenlijk gewoon heel hard nodig hebt, zal ik het zeggen, is een portemonnee. Zonder een portemonnee kun je niet in deze samenleving normaal functioneren. Dat was een rare uitleg, maar ik denk dat iedereen wel snapt wat ik bedoel. Dus ik was die morgen mijn portemonnee aan het zoeken. Maar ik vond die niet. Heel jammer. Mijn ma was al direct van, ja, die is kwijt. Ja, maar dat is ook gewoon typisch. Maar ik ben iets kwijt voor 2 seconden. Ja, dan ga jij terug betalen. Dat is altijd zo. Dat is altijd zo. No joke. Dus mijn ma vatte paniek. Maar het probleem was, ik kon ook niet meer herinneren wanneer ik voor het laatst mijn portefeuille had gezien. Ik dacht dat die de dag ervoor op de trein had laten liggen. Dus ik had ook al een beetje paniek eigenlijk. En ik haatte mijn leven, want een nieuwe pas en zo, dat kost vrij veel geld. Dus ja, ik had fucking zeit naar school. Ik had niet eens zin in de les, want ik snapte er toch niks van. Maar ik wou toch wel gaan, dus ik was wel een goede jongen. Ik had trouwens ook nog een nieuwe pickaxe maken. Nu, mijn zus vond dat ook erg, dus mijn zus was mij ook zo aan het helpen van, oh, this shit is kind of fucked up, you know. Dit is een geur. Ik had trouwens alles meedoen. Ja, fuck deze plek. We gaan hier niet meer stallen. We gaan terug de cave in. Maar we gaan wel niet te diep in de cave, want iets hogerop was er ook nog iron. En ik ga die beesten niet bestrijden, denk ik, zonder armor, want dat gaan er. Anders ga ik werelddood zijn. Ja, dat willen we niet. Ah, er is trouwens een appel gevallen. Yo, thanks man. That's very nice. Ik heb een idee. We gaan deze appel bijhouden en op het einde. We gaan die bijhouden tot de battle met de End Dragon. Als die hier komt natuurlijk. Maar laat ze positief zijn. Hij komt eraan, guys. De battle met de End Dragon. Hij komt. Het is gewoon laten we hopen dat het in deze wereld is. hier was die cave. Ja. Daar heb je heel goed over nagedacht. Maar mijn verhaal, waar was ik gebleven? Shit. Oeh, ik hoor trouwens die Skelleries. Yes, dat is Schrödinger. Hier links van mij is ook een cave, precies. Oké, ik ga gewoon deze eieren meepakken. Ah ja, meepakken. Eerst kapot mijnen. Ja. Maar ik weet legit nog niet waar ik was gebleven. Ik moet echt heel hard nadenken om te weten waar ik was gebleven, want ik weet het niet meer. Ah, volgens mij was ik gebleven. Ja, juist. Nee, ik weet het weer. Ja. Ah, iedereen is. Ciao. Oké, zo. Maar jongen, er juist spawnde ineens een mini-zombie, 2 zombies en een creeper. En ik was van. I'm not doing that, you know. Oké. Oh nee. Ik vertrouw deze echt niet. Ik ga echt al die iron pakken en ik ga echt terug oprotten, want deze is zo niet veilig. Ja, oh my god. Oh, lijk. Nee, kut. Jongen, hoe fucking veel helpt dat die? Oké. Oké, skip even dat hier iets spawnt, dus ik licht alles. Oh nee, mineshaft. Oh, fuck dat. Fuck mineshaft, daar heb ik verschrikkelijke herinneringen aan. Fun fact. Ik heb al een nieuwe hardcore proberen opnemen. To make a long story short, ga nooit in hardcore in een mineshaft. Zeker niet zonder armor. Ik was zelfs met armor gegaan, maar zelfs dat was mijn dood. But we survived the mini zombie. Oké. Nice. 16. Oh, dat is zo satisfying. Want yo. Motherfucker.
Hé, hey, wacht. Blaas dat niet op. What? Are you kidding me? Yeah. You ain't touching me, man. Oh shit, was trouwens wel... Oké, okay. Als ik echt zo blijf voeren zonder armor, dan ga ik nog heel snel doodgaan. Oké. Okay. Ik ga ook wel dit al doen. Ik moet echt rond mij kijken, want... Oké, okay, zo. Ik ga hier even allemaal shit in dumpen. En die val ik dat kwijtgeraakt. Die wil ik ook nog hebben. Oké. Okay. Mijn eten is af. Misschien een rot fles, wie weet. Wat? Oké. Okay. Nu heb ik mijn verhaal trouwens altijd niet kunnen afmaken. Laat ik ook wel even die iron chestplate maken. Zo, mooi. Suit up. Let your armor. Mark one. Ja. Ik heb trouwens wel een goed gevoel. Eigenlijk niet. Eigenlijk heb ik geen goed gevoel. Like, ik vertrouw die mindshift voor je naar. Ik ga er wel in, want het is nog altijd wel die leuke videocontent, snatte. Totdat je van die gif spiders tegenkomt. En dan is het niet meer zo'n leuke videocontent. Want dan ga ik dood. En dan heb ik weer een hoop tijd verspild. Nou wel ik niet. Maar ik zeg, ik ben al zoals ons Milou te praten van Temptation Island. Maar in die kisten kan wel die fatte diamond zitten natuurlijk. Oh shit. Ik had trouwens die dingen. Wat dingen meepakken. Wat spinnenwebben. En dan kunnen we een boog maken. Dat lijkt me wel chill. Dat lijkt me wel chill. Ja, tuurlijk is dat chill. Kneus. Oké. Okay. Ik voel me al iets veiliger. Oké, okay, nu voel ik echt alsof ik heel de wereld aan kan. Het Iron Armor heeft me niet zelfvertrouwen gegeven. Oké, okay, ik heb geen broek, maar op zich. Oké. Okay. Oké, okay, ik ben terug weg. Ah, of ja, vecht maar eerst tegen elkaar. Dat ga ik. Er staat zelfs een fucking Enderman. Oh shit. Besef even hoeveel mobs dat daar zijn. Daar ga ik niet eens terug naartoe. Daar ga ik niet eens terug naartoe. What the fuck? Oh, this shit is hard. Ik voel echt heel de tijd alsof ik dood ga. Maar, mijn zus was alle shit aan het regelen. En ik zat op de trein, fucking stand. Ik had 8 euro uitgegeven aan een ticket. Ja, fuck mijn leven even. En mijn mama had voorgeschoten trouwens. Want ja, ik kon niet aan geld. Want everything was... gone. Allee, mijn bank was... ik dacht dat mijn portemonnee gone was. Maar dan zat ik op de trein. En ineens kreeg ik een e-mail. En een BS. Blablabla. Je portemonnee met bruin lapje. Dit, dat. En ik dacht zo, ja, ja. Dat is de beschrijving van mijn dingen. Ze hebben mijn gegevens gevonden of zo. Ik bel zo aan ma. mijn portemonnee is gevonden, denk ik. En hij heeft een mail gestuurd. En toen zei mijn ma. Ah, nee. Emily heeft dinges, heeft zo verloren voorwerpen ingediend. Dat is gewoon zo'n confirmatie dat dat uw verloren voorwerp is dat je kwijt bent. Dan was ik van, oh, serieus? Dus ja, ik had die helemaal niet gevonden, dus ik was nog zijder. Ik was van, oh, ik was even blij, dan weer terug. Reality check, bam, uw portemonnee is nog altijd fucking kwijt. Ja, dat was niet, waar de fuck wacht ik op? Waarom sta ik hier? Oké. Okay. Oh ja, ik wou iets doen, ik weet het al. Dat was het. Zo. Wacht, ik pak die stok ook al mee. Nee. Ja. Oké. Okay. Zo. Outstanding thinking. Oké. Okay. Maar dat is mooi. Oké. Okay. Zo. Dat heb ik ook niet meer nodig. Oké, okay, laten we in de mindshift gaan. Dus deze is een heel massief dom idee. Ik heb niet eens een broek. Deze is echt verschrikkelijk dom. Maar oké, okay. Daarom heet ik ook Ledger. Want dat is verkeerd geschreven. Oh, this is getting out of hand. Nou, daartoe doen. En uiteindelijk had mijn ma... This is getting out of hand. Er zijn er fucking veel... Ah, schiet maar eerst op elkaar. Of nee, ze schieten niet op elkaar. Maar sinds wanneer hebben Skelly zo'n fucking aimbot? Au! Ja. Wat is deze? Oké. Okay. Zijn die er nog of niet? Motherfucker. Nu zeg je alleen. Beter.
Oeh, kanker. Fuck, sorry, ik ben dat niet misgelden. Maar besef mijn shock wel even. Yo, man. Deze shit is fucking hard. Op mijn vorige wereld was ik zo lucky ofzo. Like, ik kwam nooit zoveel monsters tegen. Echt niet. Wauw. Ik ben ook gewoon helemaal naar hier gegaan voor niks. Besef even deze loot. Hier is wel een cave achter. I ain't interesting in that. Oh. Oh, oké. Okay. Deze is zo kapot, Engels. Wat de hel. Wat de hel. Oké dan. Wat? Ah, nice. Allee dan. Volassen. Oké. Okay. Ja, maat. Ja, ik wil gewoon iron armor, maar... Overal waar iron ligt, zijn er 800 mobs om dat te beschermen. Oké. Okay. Nu... Yikes. Oh boy. Oh my god, what the fuck is deze? Ik kan hij hier lopen? Ik heb echt iron nodig. Ik heb iron nodig. Ik kan niet zonder. Ik ben precies zo'n drugsverslaafde. Ik kan niet zonder. Ik heb wel met deze. Yikes. Ik, oh, het komt ook gewoon overal. Oké. Okay. Dat is nice. Dat is al een beetje. Oh boy. Ik kan niet eens commentary doen, maar deze is zo eng. Ah, dag jongens. Kom maar. Of. Oké. Oké. Ah, wacht, waarom gebruik je deze? Oké. Okay. Was ook een creeper volgens mij. Ja. Uh-oh. Ik kan op zich... Oké. Okay. Oh, Jesus fucking Christ. Overdrijf even met je kutmonsters. It's a 1v1, bro. Oh, nee. Ah, fuck. Ik heb heel geluk gehad, want die had mij even goed heel tijd zo Infinity daarin kunnen doen. It's wel goed content, though. Maar besef even, ik ben aan het struggelen om... Ah, hallo. Voilà. Ah, maar fuck, deze gebeurt echt te vaak. Ik heb dat ook allemaal wegdoen. Ik heb de slot toch nog nodig. Oh, daar ligt nog een stukje. Oké, dan. Loop me maar voorbij. Oh, mooi. Daar is iron. Ja, ik zat de fuck. Waar is deze skill test FAS? What the fucking hell? Deze is echt zo'n rape actie. Maar ik heb gelukkig hier al rustig hier kan minen. Ik ben trouwens niet van plan om heel die mage even te verkennen. Want ik denk dat de kans heel groot is dat ik daar ga vallen. Ik hoor veel mensen denken, oh, you motherfucking pussy. Like, ik heb een half leger aan de zombies, creepers, kellies zitten afslachten. En dat blijft maar komen. Okay, je kunt alles wel oplichten, maar je moet ook nog geraken. Hè? En daar is nog eens een fucking Enderman. Dat gaat ook even duren voor ik over dat trauma ben. Ah, ja, fucking hell. Waarom heb ik die crafting table niet meegepakt? Oké. Okay. Maar ik ben wel vrij diep, niet? Ja, dat is inderdaad wel vrij diep. Dus ja, we gaan even in het leven zonder broek, maar zou dat zoveel verschil maken? Ik weet het niet. Ja, ik hoop van niet. Maar als het veel verschil maakt, dat zou wel jammer zijn. Ik kan altijd niet vertellen, denk ik, hoe dat verhaal is afgelopen. Hij heeft mijn ma gebeld, gewoon, dat mijn portemonnee op mijn nachtkastje lag. Ik was van, ah, nice. Wat voor een achterlijke kut-idioot ben ik. Zo. Ah. Mooi. Yikes. Oké. Okay.
Ja, ik heb geen ander eten meer. Buiten die appel, maar die appel ga ik niet opeten. Die appel is heilig. Lapis. Besef even als ik nu al die fatte diamond heb. Ik ook echt niet eens weten wat de fucking nether in hardcore is like. Ik denk eigenlijk dat de kans niet zo groot is, maar ik ga niet opgeven, you know. Oké. Ik heb de skills. Ik kan het doen. But it's not going to be easy. Like, het is wel hier een stuk rustiger dan in die fucking mineshaft. Die mineshaft was gewoon overdreven eigenlijk. Oké, ik ga terug naar de diepere delen van de cave. Ah, hallo. Ach, fucking Enderman. Ja, deze shit is risky. But we have no choice. Oké, mooi. Niet zo mooi. Ah, fuck dat zwaard even trouwens. Oké dan. Oeh. Oh my god. Deze shit is zo fucking rip. Ik ben precies een horrorspel aan het spelen ofzo. Zo eng vind ik het. Waarom ook gewoon heel de creepers? Like, die dingen. Alhoewel, skellies zijn ook echt wel heel irritant. Het liefst zombies. Maar... ja. Ja. Oké. Even toch wel die lapjes meepakken. Ik wil toch wel die diamonds hebben, denk ik. Zal wel chill zijn. Mooi. Oh. En dan de derde keer dat mijn bankkaart kwijtgeraakt. Oh, is, dat weet ik nog niet meer hoe. Wanneer was het? Ah, nee. Ja, de derde keer. Derde keer fucking vorige week. What the fuck, hoezo weet ik dat niet meer? Oké, wel, ik weet het wel nog. Hoe het eigenlijk allemaal was begonnen. Opeens werkte mijn bankkaart niet meer. Nee, ik kan niet meer werken. Doei. Fuck off. En ik was er wel, ja. Nice. Ik dacht, ja, ik ga gewoon zelf voorplegen. Oké, dat is niet waar. Like. That's not cool. You can't make jokes. Over that. Over that. Nice. English 100. Laat me toch even... Uh-oh. Dat was quite foolish. Ah, leuk creeper. Fucking hell. Leuk man. Oké. Dat was spannend. But I'm actually looking for those diamonds. But they're nowhere to be found. Ik heb ook trouwens totaal geen idee hoe ik de weg terug heb. Ga ik hem zelfs terugvinden? Geen idee. Ik heb gewoon op zich ligt er niet echt iets in wat ik echt hard nodig heb. Buiten wat junk, dus. Oké, au. Met dat question is, van waar kwam ik? Kijk, ik ga gewoon zo'n lang straatje volgen of zo. Een straatje. Ik noem het een straat. Oeh, lapis. Haha, I spotted you, man. FBI, open up. Oeh. Een iron hebben we ook al genoeg, denk ik. Nu wel. Nou, ook even deze pickaxe kapot maken. You serve me well, but it's time for you to leave. Sir. Oké, ik heb de quote een beetje verpest, sorry. waarom heb ik geen hout meegenomen? Gletscher. Teleurstellend. Oké, sorry. I am already high enough. Dat knipkruid. Er is juist nog zo'n lange weg en ik ga die zoeken. Oké, volgens mij was dit. Oké, het was niet dit, sorry. Het leek er wel op. Volgens mij was dit. Oké. Ik denk dat deze was. Nee, maar Je had alles zo... Is het zo'n ervaring? Dat er niks alles fucking doodlopend einde is. Want zo'n avonden zijn wel eet. Avonden? Ja, ik ga gewoon terug naar hier. Ja, ik had ook dit aan het zoeken, denk ik niet. Nou, waarom vraag ik dat aan niemand? What the fuck? Kijk, precies gesmoord of zo voor deze aflevering. By the way, ik heb dat niet gedaan. But this looks motherfucking interesting. Oh, gold. Mooi. Oké, ça va. Ja, ik skip de iron al, want... Voilà, één. Ah, wacht, hè.
We hebben nog 3 iron nodig, dat is genoeg. Oké, perfect. Wat gold. Oh, lekker. Misschien kunnen we die notch apple maken. Dat zou wel fucking chill zijn. Dan moeten we echt wel no stress hebben. Ah ja, misschien een beetje stress dan. Maar al over een notch apple had je echt wel overdreven veel gold nodig. Oh, teleurstellend. Nee, geen diamonds? Nope. Oké. But give me those experience. Er zal wel vast ergens diamond moeten zijn. Als dat niet is, dan is dat enorm typisch gay. En zij ben echt al heel tijd aan het rondlopen zonder broekje. Nice. Oké. Mooi. En nog wat lapis. Ik heb nu alles al gevonden buiten diamond en emerald. Maar emerald, wordt dat echt gezien als een goede oor? Niet echt. Ik denk dat mensen meer klaarkomen als ze diamond zien in plaats van emerald. I'm sorry, sir. It's time for you to leave. Sad. We hadden nu ook gewoon een beetje jonglings nodig. En shit was good. Ja, het zijn allemaal Star Wars references. Het spijt me. But, dat is iets waar je mee moet leven als je op mijn channel komt. Alle Star Wars references. Love it. Trouwens, mijn verhaal van mijn bankkaart, om eerlijk te zijn. Heb ik ze nog zin om ze te vertellen? Nah. Is iemand geïnteresseerd? Nah. maar als je wel, wat ik wel, het laatste wat ik erover wil zeggen is, als je 3 keer je bankkaart kwijtgeraakt, alhoewel, er was wel nog 1 grappige ding dat ik wel nog wou vertellen. Allee, ik hoop dat het grappig is, anders zal het wel een beetje awkward zijn. Ah, hallo daar. Heeft hij mij gezien? Ja, die heeft mij gezien. Ik hoor hem stappen. Oké, maar nu moet ik wel terug wegvinden naar die mineshaft, want ik wil hier uit, want deze cave is trouwens een vak. Ik kwam van hier, want... Ja, daar ben ik vrij zeker van. Dan is het weer terug naar links. Ah, what the fuck, dat heb ik gemist. Oké. Oké, Ron. Oké. Het gebeurt soms dat er diamond zit achter kolen, dus laten we de kolen meepakken. En we zitten op het goede niveau, dus het kan allemaal. Hè. Als er nu trouwens een creeper invalt, dan heb ik 37 minuten aan recordtijd verspild. Nou, superleuk. Er zit wel iets anders achter. Ja, ik ga naar boven, mijn eten is op, mijn pikje is aan het sneuvelen en mijn leven is een grap. Maar wat ik dus nog wou zeggen, juist, ik was dus mijn derde bankkaart kwijt. Die was gewoon kapot, die chips kapot, want ik had die een beetje gerenoveerd omdat ik die samen met mijn sleutel in mijn portefeuille had gedaan. Er zit heel veel shit in mijn portefeuille, like, er zitten een hoop rekeningen in, een hoop kaarten die ik 800 jaar en 2 decennia niet meer heb gebruikt. Dus... 820 jaar. Oké dan. En daardoor was die chip waarschijnlijk beschadigd. Ik ben trouwens wel goed. Aha. Ja. Oké. En nu ga jij nog kijk. Bam. Hallo daar. Is het al terug wat veilig? Oké dan. Dit is echt een rare ruimte, het vliegt aan mij. Ah, we gaan hier eens kijken. Nee, ik moet terug gletsjer. Ah, joei. Leuke ruimte. Ah, fuck. Ik heb trouwens toch maar 2 hongertjes. Ik ga even daar links kijken. Ik heb nog zin om die zombie in elkaar te slaan. Zo. Mooi. En misschien ligt hier wel een chest in de buurt. Ik ga even naar hier. En? Oh, niks. Ja, ik wou nog voor die diamonds eerst aflevering, maar dat wordt hem niet. Nee. Nee. Wat ik had toch snel is. Oh, deze is zo dom. Deze is echt enorm dom. Ik ga terug. Fuck. Fuck. Yo, yo de mannen. Ik kwam van... Hier, hè? Ja, daar is licht. Oké, sorry, ik ben terug weg. I'm a ciao. En ik zeg ciao. Oké. Ik ga denk ik de volgende aflevering toch wel eens in die mineshaft gaan, want... Kijk, het is riskant, maar het geeft echt wel goede loot. En het ziet eruit dat alle caves vrij wak zijn.
Of alhoewel, ik denk eigenlijk gewoon, ik ga oproteren. Nou, ik ga wat verder trekken. Die mineshaft boeit me eigenlijk vrij weinig. Ja, nu het leuke deel. Vind je weg terug. Het is langs hier, denk ik. Yes. Aha. Oké. Ik ga even dit afbreken. Dit afbreken. En we gaan terug naar de bovenwereld. Maar dus, mijn bankkaart was kapot. Ik ga naar de KBC-bank na een week. Want ja, mijn kaart kwam niet aan en ik had echt een kaart nodig. Want ik ging uit de dag erna en ik wou wat money spenden. Hallo. Voilà. En ik ga die kaart halen, zo'n vervangkaart. Ik dacht, yes, ik ga echt weer terug spenden, you know. But, toen was er wereldroet in het eten gegooid. Want ik was die bankkaart zo thuis. Ik probeer die zo te fixen, zal ik het zo zeggen. But nothing helped, guys. Dus ik probeer die zo thuis te fixen. Maar door een of andere reden ging dat niet of zo. Ik had trouwens mijn bed zo plaats dat ik wilde pitten. En ik was dat via die KBC Touch aan het doen. Voor alle mensen die KBC gebruiken, zullen wel weten waarover ik het heb. Oké, ik ga even mijn bed plaatsen. Dan kunnen we wat pitten. Mooi. Aha. Perfecte, bijna perfecte timing trouwens. En ik doe dat, want we hadden zo gezegd, gewoon oude pincode, blablabla, feest. En ja, zo was het gegaan, geloof mij. Ik even wat varkens neersteken, voilà. Mooi. En ineens zegt dat foute pin. Ik zo, say what? Hoezo dat foute pin? Dat kan niet, dat is hetzelfde. Dus ja, ik doe dat 3 keer. Mijn pin, want ik was zo van, pin is juist. Ik zei, ja, heb ik dan dementie of zo? 2 cijfers omgewisseld? Heb ik ze 2 cijfers omgewisseld? Maar, dat werkte niet, dus was mijn kaart nooit geblokkeerd. Ja, van anticlimax, ik weet het. Wat doe ik op zo'n moment? Ja, je aanvaardt gewoon, dat is trouwens een heel cool berggebied. Je aanvaardt gewoon dat je leven een grap is. Dat is het enige wat je doet op zo'n moment. We hebben toch trouwens wel wat cool. Ik heb nog wat 3 stenen pakken. Maar 3. 1, 2, 3. En na ik dat heb gedaan, ben ik gewoon teruggegaan. Ik ben gewoon teruggefietst, want ja, ik was van, ja, oké, welke tering krijg ik weer mee? This needs, this has to be fixed, guys. Come on! Dus ik was gewoon teruggegaan. In alle rijlen naar de Zwijndrecht KBC bankautomaat. En die griet is echt zo te kijken van, weet je wat? Huh? Hoezo sta je hier terug? Dus ik zeg tegen die griet, ja, dat werkt niet. Blablabla. Hij zei, ja, maar ik had tegen u gezegd dat je dat eerst in die automaat moest doen. Hij zei, ja, dat had je vooral gezegd. Dus dat helemaal niet gezegd. Maar ja, ik had er ook geen probleem aan gemaakt. Ik was gewoon chill gebleven, snatten. En uiteindelijk werkt mijn kaart wel. Dus op zich... Oh, wolven. Oké. Okay. Oh, die zijn Skelly aan het repen. Nice. Ik denk trouwens dat ik hier een huis ga bouwen. Zo. Yo, wat is er met deze boom gebeurd? Oké. Piggy. Auw. Wacht. Oké, ik ben terug weg. It's a trap. Voilà. Voilà. Dat was perfectly. Sorry, piggies. Oké. Okay. Auw. Oké. Okay. Ik heb even wat eten koken. Zo. En ja, toen was mijn bankkaart gefixt. En ik heb nu al mijn vervangkaart. En binnenkort heb ik hopelijk mijn nieuwe bankkaart. Zodat ik weer terug normaal kan. What have I done? Ik wou die nooit... Oh. Oh my fucking god. Ik ben zo steenachterlijk. Ik wou die een bot geven. Ik wou er niet op kloppen. Wow. En nu is slecht... Oh, what the fuck? Ja. Waarom ben ik zo achterlijk om die fucking hond te slaan? Holy shit. Wereld teleurstelt in mezelf.
Maar hebben die andere honden dat gehoord? Dat is de question. Stel je voor, ik ga dood omdat ik per ongeluk een fucking hond heb geslaan. Die koe is er ook achter zo'n boom van, ja, ik weet niet, ga jij vrienden worden met die andere wolf? Geen idee, man. Maar, thanks for the good food, trouwens. Oké. Okay. Ja. Ja, dat was trouwens volgens mij de enigste wolf. Ja, besef even hoe hard ik het weer heb opgefukt. Oh my god. Deze is echt al enorm debiel. Ja, dude. Oké, wacht. Wait a second. Waarom ben ik time aan het wasten? Like, ik heb nog twee more furnaces. Zo. Oké. 1, 2, 3. Mooi. Mooi. Oké, we zijn volop aan het koken. En ik kan eens even in de bergen zien. En toch alles aan het koken is, hey, dan kunnen we wat discoveren, snatten. Kun je even de high ground nemen. Yo, andere hond. Heeft iemand dat ook gehoord? Where are you, man? Zie, ik wist het niet. Ik wist dat hij niet alleen was. Maar volgens mij zit hij gevangen of zo. Kom naar mij, man. Want honden zijn echt wel nog die goede hulp. Echt waar. Ja, oké, we vinden die ooit wel nog eens. Ik ga naar de bergen. Oké, wat nu is wel heel dichtbij. Zit hij ergens onder verstopt of zo? Ja, boeien. Ik vind hem wel eens. Now, I need to go up. Oké. Ja, wacht. Deze moet ik even anders aanpakken. Oké. Voilà. Nice. Oké. Dat zijn echt al gigantische bergen. Ah, lama's. Hey. Als je daarop loopt, begin je ook zo te spugen op uur. Dat is wel nog lachen. Het is wel een mooie wereld. Nog wat piggies die ik ga afslachten. Het voelt precies een oude man of zo. Met een schild. Oké, dat was weird. What the fuck zijn dat? Ziet iemand dat ook? Die bruine dinges. Ah, wat? Dat was gewoon een vage rendering dan. Dit is trouwens een heel cool berggebied. Yikes. Kanelina is toch wel real. Ik had, dat is wel veel vermoeider dan ik dacht eigenlijk. Of moeilijker of zo, ik weet niet. Zo heel lang achter elkaar opnemen. Ah, daar is de zee. Ah, laten we eens naar daar gaan kijken. Of was een heel groot meer? Het harde meer. Nu ben ik echt wel heel ver aan het afdwalen, maar op zich maakt het niet zoveel uit. Oké. Wow, dikke parking skills daar. Wow, heel veel. Yo, gletsjer bij hem! The motherfucking gletsjer bij hem! Yo! Yo, dat is fucking vet. Joke Schouwvliegen heeft mij gewoon de gletsjer bij hem gegeven. Oké, that's pretty cool. Als ik mijn base daar niet in maak, is dat echt wel een gemiste kans. Ik ga nu even teruggaan. Ik ga alle spullen pakken. En dan gaan we in de volgende aflevering naar hier gaan. Trouwens, lama's. ik wil even duidelijk maken, lama's. Ik moet trouwens nog... Kijk, even die steen, even helemaal alleen zijn. Gewoon aan het zweven, gewoon aan het feesten daar in de lucht. Nice. Yo, maar dat is echt al graaf, zo'n gletsjer bij hem. Want daar ga ik mijn huis gewoon in bouwen. Like, als ik dat niet doe, dan verdien ik niet om de naam gletsjer te hebben. Nee, dat mag niet gewoon. Dan. Wat een mooie bij hem. Het lijkt alsof ik tegen mezelf spreek. Oké, nee. Nou, fuck, ik vond mijn eigen mop grappig. Dat was ook leuk. Oh, maar als we daar vertrekken, kunnen we gelijk die wolf ook nog vinden ofzo. En dan gaat hij in een motherfucking gletsjer bij hem wonen. Oké, ik kom van hier ergens niet, ja. Van die ook. Hype is fucking real om in de gletsjer bij hem te gaan wonen. Oké. Okay. Here we are again. Na 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 na. Oké. Okay. Nice. Like, ik zit nu 50 minuten in deze wereld en ik heb al meer getraveld dan in de 6... Ah, hier is die hond. Yo, het zijn er... This is getting out of hand. Nou, dat doen. Oké. Word mijn vriend. Ah, dat was makkelijk. Jij ook? Nee, hij niet. Hij doet het moeilijkste. Yo, ik ken nog maar één bot.
Hij heeft letterlijk 1 nodig. En na 5 wil hij mij nog altijd niet. What the fuck? Voor Jaki zeg jij. Oké, kom. Ah, hij is er. Oké, blijf maar even zitten. Oh, onze lieve hond. Hoe gaan we hem noemen? Ik ga die trouwens een ander bandje geven. Want ik wil speciaal doen. Oh, ja, ik heb fucking veel lapjes. Kan ik toch geen anus mee doen? Wacht. Oké, ja, nee. Ik wou iets stom doen. Maar... Yo. Wait, that's illegal. Maar, ik denk wel dat ik deze video ga afsluiten. We hebben redelijk veel wat gedaan, toch wel in de eerste aflevering. Jammer dat we geen diamonds zijn tegengekomen. Trouwens, what the fuck? Oké. Rustig, Gletscher. Ah, maar... Had ik dan... Ja, nog 1 kool dan zeker. Ik dacht wel... Ja, jammer dat we geen diamond hebben gevonden. Maar dat is voor de volgende keer. Ik voel het dat we dat in de Gletscher biome gaan vinden. Ben ik trouwens echt blij dat ik niet die mineshaft ben gegaan. Want die mineshaft leek me achteraf toch niet zo chill. Ja, nu ik toch nog aan het branden ben. Voilà, dat vlees ik ook. Ja. Oké. Maar het is een 53 minuten special. Of 54 minuten en nog wat. Maar oké, dat maakt niet uit. Of misschien iets korter. Ik kan ook wat knippen. Het zal iets korter zijn. Maar ik ga deze video wel afsluiten. Dus vond je video leuk? Was het een blauw duimpje omhoog? Abonneer de volgende keer. En de volgende keer gaan we verder met Minecraft Hardcore. En ik zeg...